welkom allemaal. Ik ga naar opwekking en ik neem mee, nou ja, deze in ieder geval niet. Want een drone die mag je niet meenemen. Je mag er sowieso nooit vliegen op dat terrein. Dus die laat ik lekker thuis. Maar wat ik wel meeneem is, waar zou ik mee beginnen? Nou ja, het wordt mooi weer dit weekend. Dus ik neem sowieso een beetje zonnebrand mee. En wat je altijd nodig hebt bij opwekking, het Pinksterconferentie, dat is stroom. Dus ik neem ook een powerbank mee. Voor mijn camera en voor andere dingen. Voor mijn telefoon. Ik neem een lampje mee. Standje 1, standje 2. En je kan hem ook nog omdraaien, is het een zaklampje. En ik neem ook nog een hoofdlampje mee voor als ik 's avonds naar de wc moet. Wat ook wel handig is, want het is overdag een graadje of 20, is voor de echte tentliefhebbers in ieder geval een isomatje. Want anders krijg je het echt koud 's nachts. Een graadje of 6 of zo is het 's nachts. Dus ik zou sowieso een goede slaapzak of slaapmatje minimaal meenemen. Duct tape, maar ja, dat is altijd handig. Of als het gaat stormen of er breekt een paal van je tentje. En wat ook heel handig is, natte washandjes, vochtige washandjes. Je kan er natuurlijk wel lekker douchen, maar ja, dat is een heel klein straaltje meestal bij opwekking. En omdat het ook overdag 20 graden is, 21 graden, is het best wel warm in die tenten. Dus ik zou sowieso een fles meenemen. Met zo'n haakje eraan, tot je maar je broek kan gespen. En ja, dat neem ik sowieso allemaal mee. Dus ik wens iedereen heel veel plezier. Want ja, maakt niet uit wat er aan de hand is. Ik zie Jezus. Toch, tot de volgende keer.